Goedendag mensen, video workout nummer 31. Hele uitgebreide abs workout. Hoe gaat het? We gaan beginnen met een 1 minuut van ieder zonder pauze. Het zijn iets wat eenvoudige oefeningen. Dan hebben we een minuut rust. En in die minuut rust, wat misschien ietsje langer wordt, omdat ik dan de volgende uitleg. Dan gaan we naar 45 seconden weg, 15 seconden rust. Dus dan heb je wel wat rust. Dan hebben we weer rust, waar ik de volgende bewegingen weer uitleg. Dan hebben we 30 seconden werk, 10 seconden rust. Dus je ziet, de workload wordt wel wat korter, maar de rust wordt ook steeds korter. En dan na deze, wat er best wel veel zijn, dan gaan we naar static holds. En dat is 30 seconden werk, 30 seconden rust. En daarna zijn we klaar. Ik ga de camera op de juiste manier neerzetten. Terwijl ik bezig ben, leg ik het uit. En, we maken er wat moois van. Momentje. Zo, goed tijd. We gaan zo meteen beginnen met normale crossfit sit-ups. Dus voetzolen tegen elkaar, tenen aantikken en de vloer achter je aantikken. We beginnen met de eerste 6 minuten. Ik stop 5 seconden eerder om de volgende oefening in te zetten en dan kunnen jullie gelijk daarin meedoen. 10 seconden. Dus we gaan zitten. Goed zo meteen om de aard. Dan gaan we naar de side crunches. Dus ga ik op mijn zijkant liggen. Dan doen we eerst de ene kant. Dan naar de andere kant. Nog 10 seconden. 5. Dus ik ga naar de volgende oefening. Op de zijkant liggen. 1 knie hoog. En dan wisselen we van kant. Weer zo kant.
seconden. En dan gaan we naar de reverse crunch. Dus ik ga liggen op mijn rug. Hakjes op de vloer. Rol op. Tik aan. Straks hebben we gewoon een zijplank. Die houden we vast. Dan is de ene kant van de andere kant. Over zo'n 15 seconden. Mid. Vijftien seconden. Dan draaien. Andere kant. De laatste van het minuutrondje. Straks gaan we naar 45-15. Ondertussen leg ik eerst de oefening uit. Half een minuut. Twintig. 5, 4, 3, 2, 1 en 0. Gaan we naar de volgende oefening. Zoals ik al zei, ik leg ze eerst even uit. Straks beginnen we 45 seconden werk, 15 seconden rust. Dan beginnen we vanuit hier. Handen langs zij, ga je hoofd rollen. Daar, tot helemaal rechtop. En dan rol je weer af. Rol weer op. Rug recht, borst naar voren. Dat is één. Dan krijgen we crossing toe touch. Dus vanuit hier ga je van de ene kant naar de andere kant. Dan leg raises, dus handen onder je billen. Vlak boven de grond, van daar tot daar. En dan de hip dips op de ellebogen. En dan gaan we van links, daar zit je neer. Dan ga je van links naar rechts je heupen naar de mat bewegen. Yep. Nou, ik zie dat de minuut bijna voorbij is, dus het komt mooi uit. Dan ga ik hem op 45-15 zetten. Even denken. Die. En dan beginnen we met full sit-up. 10 seconden.
stootas, benen wijd, armen wijd. Je handen onder je billen. Niet te hoog je benen. Probeer je wel schuin te houden. Hipdips, dus op de elleboogjes. En van links naar rechts. Zo, dat was weer een rondje. Dat was een rondje 45-50. Dan gaan we nu zo meteen naar 30-10. Oftewel, ik ga ze eerst even laten zien. De dolphin plank. Elleboog onder je schouders. Heupen laag kijk voor je. Rug omhoog. Aanspannen die buik. En weer zakken. Zorg dat je heup goed zakt. Je rek vol op de voorkant voelt. Sidewinders. Onderste been voor. Omhoog. Naar gestrekt been naar achter. Binnenbein op de grond. En je maakt hem weer open. Op, naar. En weer open. Dus je heup gaat wat naar achter. Richting de vloer. Eerst de ene kant aan de andere kant. Ephalo. Handen weer onder mijn billen. Ik kom eraan. En als ik hier ben, dan ga ik omhoog. En weer omhoog. Dus ik maak rondjes. Boven mijn lijf. En ik wip mijn heup steeds ietsje op. Als ik mijn benen naar me toe haal. Straight leg side crunch. Die leg ik mijn benen wat naar voren. Dat is recht. En dan ga ik alleen maar deze beweging maken. Dus nu ga ik met mijn elleboog, met de zijkant van mijn heup, links-rechts, torpedo sit-up. Een mooie naam heb je toch. Hier je handen, je komt naar voren, daar. Dus ga zo ver mogelijk,
tussen je benen naar voren en de handen weer richting het plafond. Lateral vierps. Oeh, dat wordt zwaar voor die zijkant. Vanuit daar naar daar. Dus ik maak me steeds ook weer lang. Ik lig naast het heupbeen, dus net achter het heupbeen. Een klein beetje schuin. En hands behind the head, sit up. Hoe ga ik die even doen? Nou, het is in ieder geval, je moet je vingers inhaken. En vanuit daar, je begint hier, je zakt af. Tik aan, en je komt weer naar voren. Ik heb een klein beetje steun nodig. Deze eventjes voor. Zie ik een rol-up. Ik heb mijn handen achter mijn hoofd gekruist. En ik trek niet aan mijn hoofd. Anders krijg je last van je nek. Die moet ik er zo voorbij pakken. Dan het laatste gedeelte. Dat zijn static holds. Dan heb ik straks steeds 30 seconden rust. Dus die laat ik zo meteen wel weer zien. Dus we gaan nu weer 30 seconden, 10 seconden rust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 seconden. Dus dat wordt afzien. Maar dat vinden wij alleen maar leuk. Daar gaan we mee beginnen. Met de dolfin. Dus niet je billen omhoog met deze beweging, maar je bovenrug. Daar naar binnen aanspannen en weer laten zakken. Naar binnen. Sidewinder. Dus je onderste been ligt voor. Dus vanuit hier hou ik mijn been gestrekt en naar binnen toe. Mooi. Andere kant. Hallo, beetje in de lucht, gaan we rondjes maken, heup opwippen. Volgende, straight leg. Oh ja. Ik wil wel op de zijkant liggen.
kant. De torpedo zit op, dus zet je benen neer, handen omhoog en tussendoor zo ver mogelijk weg aantikken, adem in. Ups. Voeten naar de voorkant. Lichaam naast je heupbeen. Hand achter. Heel mooi. Weer eentje gehad. Nu gaan we naar de static holds. 30 seconden werk. 30 seconden vast. De timer goed zetten. Nou, dan gaan we zo meteen beginnen met de static beast. Kijk, heb ik mijn matje nog nodig? Nou, niet echt. Ik schuif mijn matje een klein stukje op. Schouderbreedte, rechte rug en ik til mijn knieën een klein stukje van de grond. Zo blijf ik zitten voor een halve minuut. Heb ik die halve minuut gehad, heb ik een halve minuut rust. Ga ik weer zo zitten, alleen nu ga ik links, rechts, ga ik mijn hand en mijn benen optillen. 30 seconden. Dan, wacht even. Daarom kom je 15 seconden gedeeld, maar we doen gewoon onderste beurt, zo'n 30 seconden. Cross plank,
Dan ga je zo wijd mogelijk met handen en voeten van je vasthouden. 30 seconden lang. Dus in een kruis. Dan line hip abduction. Dan lig je. Deze manier. Blijf je been omhoog houden. Dan heb je wel een links en een rechts in. Reverse plank. Dan lig je dus op deze manier. Je doet de schouders naar de borst naar voren. Kijk omhoog. En dan ook zo vast. Mooi recht helemaal. Low push-up hold. Dus ik ga vlak boven de grond hangen. Dus zeg maar daar. 30 seconden. En dan de laatste. De crab hold. Dan ga je de crab. Je hebt zeg maar je billen tussen je handen en je voeten. Handen en voeten zijn allemaal op schouderbreedte. Ik doe mijn borst naar voren en ik til mijn billen ongeveer 2,5 cm tot 5 cm op. En zo blijf ik zitten. Als we dit gehad hebben, zijn we net klaar. Dus gaan we starten en beginnen we zo met static beast. Dus ik zet mijn handen, die doe ik lekker bij mijn vingers. Neer vlak boven de grond. Rustig neus inhouden. Zometeen gaan we weer op deze manier staan. Alleen dan tillen we onze beurt. Linkerhand, rechtervoet. Rechterhand, linkervoet, dus kruislinks. Gaan we onze ledemaat optillen. En daarna komt de crossplank. Acht seconden, gaan we weer beginnen. Handen weer goed plaatsen. Benen een stukje aan elkaar. Til op. Om de beurt doe je kruislinks alles op. Heel goed. Crossplank. Handen wijd, voeten wijd. Zo lang mogelijk volhouden. Oh nee, 30 seconden, excuus. We gaan over 15 seconden beginnen. Oké, 5 seconden. Zoek je plekje. Nog wijder. Probeer maar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Half minuut rust. Gaan we zo meteen op de zijkant. Op de elleboog. En dan tillen we het bovenste been op. Doen we eerst de ene kant. En dan de andere kant. 10 seconden.
pittige. Gewoon naar de andere kant zo meteen. Nog 10 seconden. Ik zoek mijn plekje weer voor mijn elleboog. Kom daar vol. Reverse plank. Handen achter je, benen gestrekt. Zo meteen helemaal in de plank, kijk naar het plafond. Steek je tenen weg. Nog 10 seconden. Borstvoet hoog drukken. Here we go. Low push-up hold. De laatste twee oefeningen. Dus effectief nog 1 minuutje werk. En dan hebben we toch al, we zitten al op 31 minuten. Dus een behoorlijke buikworkout. Low push-up hold. En dan gaan we nog naar de crab hold. Terwijl op handen en voeten, binnen een klein stukje boven de grond, borst hoog. En als je zo zit, zet je billen ongeveer in het midden van je hakken en je handen. Nog 5 seconden. Dan 33 minuten, 350 calorieën, tenminste op mijn leeftijd, mijn gewicht, mijn lengte. En dan maak er wat moois van. En een leuke workout. Tot snel, dit was 31, morgen 32. Doei.